Olyslagers. Wil de vrouw. Nieuwe historische roman, de vrucht van vier jaar, werken, ben je nu trots of vermoeid? Beide. Ja. Beide. Mm -hmm. Trots en vermoeid. Vaccin ja. maken we hè? Ja, dat is een dat is absoluut een feit. Maar ja, het was topprioriteit. Ja. Als literatuur, topprioriteit, is duurt het toch nog altijd. Vier. Voilà. Je vorige boek wil. Heel veel geprezen. Uh, heel goed boek. ging over de Tweede Wereldoorlog. Nu ga je veel verder terug in de tijd. Mm -hmm. Was je de 20e eeuw een beetje beu? Ja, dat is een ja absoluut. Ik was. Uh, het had veel ook met Antwerpen te maken omdat ik. Uh, ik had zoveel research gedaan voor uh, Wil, dat ik na een tijd heel de stad, ook na de publicatie van Wil door, de, door, het, uh, ja, door het perspectief. Het, mijn perspectief was Tweede Wereldoorlog, jacht op Joodse medemensen. Mm -hmm. Ik wist ongeveer op elke straat ook bij wijze van spreken wat er gebeurd was in. in dat noemen ze dus de psychogeografie van een stad. Dat je dus weet wat er gebeurd is. En uh, ik vond dat ook niet echt helemaal eerlijk tegenover de geschiedenis van Antwerpen, dat ik vond. voortdurend nog die Tweede Wereldoorlog Wereldoorlogs... Ja, je was, niet, je was Antwerpen niet beu. Je blijft wel in Antwerpen, maar je gaat naar de 16e eeuw. Ja, beu. Uh, ik, <laughs> ik, ik heb een complexe verhouding. Het is, het is complex wat ik heb met, met Antwerpen. Ja, um, maatliefde... Haat, liefde, um, dat is snel gezegd, maar alle grijsvormen ertussen ook. Denk ik. Denk hangt een beetje af van een dag. Mm -hmm. um, maar ja, ik ben wel gefascineerd door de geschiedenis van Antwerpen. En, en waarom die 16e eeuw? Ja, omdat voor mij stel nu dat Antwerpen een soort van vliegtuigongeluk is. Dan is de zwarte doos de 16e eeuw. Ik denk dat het Antwerpen als ja, dat klinkt nu echt heel dramatisch. En ik bedoel het ook niet zo dramatisch. <laughs> klinkt wel goed. Ik liet mij even ja. aan, um, uh. maar Laat wil zeggen dat het Antwerpen dat we nu meemaken, is uitgevonden in de 16e eeuw. Dus um, de manier waarop de te handel, de, de verhouding met, met de schelden, de verhouding met de haven, um, de manier waarop het op een middenklasse is begonnen ontstaan, dat is allemaal uh, 16e, de kloof tussen arm en Rijk. Uh -huh. 16e, 16e ja. eeuw. Een gouden eeuw wel. hè? Daar liep wel veel schoon volk rond in die tijd. Ja, het was natuurlijk uh, het was een van de allergrootste, belangrijkste steden van de Renaissance. Nou, absoluut, dat is, dat, is, dat is heel duidelijk. Ja. Van die vroegmoderne periode was Antwerpen absoluut een van de aller, allergrootste. En er is natuurlijk een middenvorming ontstaan. Want er is eigenlijk het enige dat we nog weten van de 16e eeuw, uh, dat het een gouden eeuw is. In navolging natuurlijk van de gouden eeuw die de Nederlanders hebben be uh, beleefd in de 17e eeuw. Um, maar vanaf het moment dat je inzoomt op die periode, dan zie, je, ja, dan zie je toch ook nog andere dingen dan goud en glans en glitter en, en grote handelssuccessen. En mm. daar gaat het boek natuurlijk ook over. Ik hoorde je zeggen, elk boek begint met een raadsel. Wat was het raadsel dat aan de basis lag van dit boek? Ah, de Dulegrit, absoluut. De Dulegrit van Pieter Bruegel de Oude. Um, ik heb op deze zender al meermaals de liefde voor de dulle yeah. mogen bezingen. Um, voor mij was het een, uh, tegelijkertijd een portaal op de 16e eeuw, een, een, een toegang tot die 16e eeuw. Langs de andere kant natuurlijk ook een, een, een muur die me afweert. Hè. Als je langs de ene kant hebt die gouden periode, hè, die, dus die gouden eeuw, hoe komt het dan dat iemand zoals Pieter Bruegel de Oude, en volgens mij een zeer scherpzinnig schilder, in opdracht van iemand, iemand die we niet kennen, Um, dat schilderij maakt in 1563. Waar ja. komt dat visioen vandaan? Je kunt wel zeggen: Jeroen Bos, het is 15e eeuw. We weten dat er. Onge... Bah, we nemen aan dat er tekeningen van Jeroen Bos hebben gecirculeerd in die periode. Waarschijnlijk heeft Breuel die ook gezien. Maar dit is zo'n visioen. Er zit een kracht achter, er zit een energie achter. Dat komt ergens van. En, en heb dat je was het, het raadsel. Ja, Heb je het gevonden? Waar het vandaan... Heb ik het gevonden? Wel. Um, als ik reclame maak voor het boek, dan zou ik durven zeggen, ja, ik heb het gevonden, lezers, ik heb het gevonden, het zat erin. <laughs> um, maar tegelijkertijd moet ik ook wel zeggen dat de Dulle griet niet de absolute hoofdrol speelt in het boek. Ze speelt wel een rol, Pieter Bruegel speelt ook een rol. Ik probeer in feite in de roman iets te vertellen ook over, een bepaald soort, over een bepaald soort samenleving, die daar een hele gepolariseerde samenleving. En tegelijk, hoort, tegelijk ook wat een apocalyptisch verlangen. In feite ook veroorzaakt bij mm -hmm. mensen. Ja. ja. Hoofdrol in je boek is eigenlijk een man, mm -hmm. beer, Herbergier. Mm -hmm. de, de volgende eng... wordt een vrouw. In de volgende, ik beloof het. De volgende boek <laughs> ja, de, wordt een vrouw. Ja, de titel is de titel, wel een vrouw, ja. maar eigenlijk mm -hmm. is de man beer het uh, hoofdpersonage, uh, Herbergier van de Engelen. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Niet de engel die ja. we kennen van op de grote markt. Er waren verschillende herbergen in, in Antwerpen in die tijd die de engel heten, of, of een variant erop. Uh, en deze is de engel aan het Zand. In ja. ja, en dus terwijl wij allemaal niet meer op café kunnen gaan, moet je dan lezen over hoe gezellig het daar was in die. Het is een echt herberg. winterboek voor coronatijden. Ik geef ja. ja. het absoluut ja. toe. Ja. De hele wereld komt toe. daar samen. Er wordt verschrikkelijk herberg. veel gezopen, dat weet ik ook. Um, er werd ook gewoon heel veel gedronken. Je moet je moet je voorstellen, uh, de wijn in een doorsnee herberg was veel beter dan de wijn die we nu hebben in een doorsnee café. Een, een gewone herberg had tien, meestal tien vaten, vijf rode, vijf witte, soms meer. Uh, vanuit Spanje, vanuit uh, Griekenland, het werd allemaal aangevoerd, vanuit Italië. Er waren verschillende biersoorten. We zijn bezig over, ja, dat was wel, uh, ja. en dat was mm -hmm. niet altijd topwijn, maar... Nou ja, dat was echt wel goed ding. Maar je vertelt het vanuit zijn perspectief. Ja. Zijn herberg, ook. Mm -hmm. hij vlucht nadien ook nog naar uh, Amsterdam. Mm -hmm. En hij is een wilde man. Mm -hmm. Ja, dat is na, dat, na de val van Antwerpen. Dus toen dat, uh, de Contrareformatie op gang kwam en de katholieken het, uh, katholiek het weer voor te zeggen hadden, is die, dat wildemansritueel verdwijnen. Maar dat, dat wildemansritueel, dat is eigenlijk een lenteritueel. Breugel heeft het geschilderd en getekend. Dus de, uh, de op het schilderij De Strijd tussen Vasten en Vastenavond staan er een heleboel rituelen uh, op afgebeeld. Links bovenaan, aan een herberg, zie je een wilde verkleed in een soort van berenpak met een knots, die trouwens op het wapen van Antwerpen nog altijd staat, samen met de wilde vrouw. En er zijn drie figuren rond een uh, jager... Een koning die hem probeert te lokken met de wereld en een vrouw die hem probeert te lokken met een ring. En die wilde man... ik denk dat dat in, helemaal in het begin van de terugkeer van het licht was, was, waarschijnlijk licht mis. Dat hij de stad op stel te zetten. En dat dus mensen, en dat zie je op dan weer die print van Bruegel. dat mensen eigenlijk betaalden om ervan vanaf te zijn. Dus ik kwam heel veel lawaai maken. Dat is een soort van minspel, uh -huh. maar dan met heel veel lawaai. Die, drie, die vier figuren in feite die de stad op stel te zetten. Die Komen de lente aankondigen en die werden dan, die chaos van de lente werd afgekocht. Ja, maar dat was een ritueel hè? Ja. Dat hij één keer per jaar uitvoerde. Ja, en op het einde van de 16e andere. eeuw werd dat dus afgeschaft. Ja. Al die maar dingen. de wilde man, beer, de herbergier, komt in zijn leven een wilde vrouw tegen. Ja. Ja, ja. En wie is die wilde vrouw? Nou, dat ga ik helemaal niet op antwoorden, Farah. Dan moet je het boek verlezen. Ik kan toch maar proberen. Ja, dat is onvoorstelbaar. Je bent niet de eerste die dat probeert. Omdat... Nee, ik vind echt wel... Kijk, voor mij staat die wilde vrouw ook voor het verlangen van mijn hoofdfiguur. En het zou mijn hoofdfiguur... Ik, ik zou mijn hoofdfiguur beschamen, denk ik, om zomaar gewoon in een paar regels dat verlangen ook gewoon duidelijk te maken waar dat daar juist over gaat. Laten we het zo zeggen. Die vrouw is, uh, die is wel degelijk ge gearriveerd in Antwerpen. Mijn bloedbroeder en researcher Stef Frank heeft haar gevonden. Ze is wel degelijk gearriveerd in het wonderjaar 1566. Ze is verdwenen in de geschiedenis. Uh, ze is samen met haar dochtertje gearriveerd. Ze is verdwenen in de geschiedenis in, in die mate zelfs, dat toen we. Uh, de gravure, want er bestaat ook een gravure van Stad trouwens in het boek. Toen we die toonden aan historici, uh, vielen de meesten uit de lucht. Nee, ze vielen allemaal uit de lucht. Ja. Dus het is een exceptionele vrouw die op dat moment in Europa. Want de gravure die je ziet in het boek dat is begeleid door een Duitse tekst, dus dat sloeg in als een bom. Wow. Die, die, die aanwezigheid van die vrouw. Maar ze is helemaal vergeten, die geschiedenis. Ja, en eigenlijk is het inderdaad het leven van de wilde man, ja. van uh, Beer. Zijn zoeken ook uh, in het leven. Mm -hmm. naar, uh, hij heeft hij drie vrouwen verloren. Mm -hmm. Twee daarvan waren zwanger. Dus het is zijn, drie daarvan waren zwanger, één daarvan heeft een kind gebaard. Zijn zoektocht naar geluk, mm -hmm. naar, uh, naar eenheid in feite. Yeah. Naar eenheid. Um, we weten van die wilde man en die wilde vrouw die zijn dus mysterieus verschenen op dat wapenschild van Antwerpen in de 15e eeuw. We weten eigenlijk niet echt waarom en hoe dat juist komt. Er zijn een paar theorieën. Maar we weten wel heraldisch gezien, in de heraldiek, dat, 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 dat die twee voor eenheid staan. Ja. Dat weten we wel. En het is dat verlangen naar eenheid dat mijn hoofdpersonage ook echt plaagt. Ja. Je schrijft boeken die uh, iets willen vertellen, voor vandaag ook. Hè? Ook al zijn het historische romans. Ja, voor mij een roman is een goede historische roman een roman die een hedendaags publiek aanspreekt. En dat kan dan ook werken als een echokamer. Ja, en wat wil je met tijd. dit boek vertellen voor ons vandaag? Ja, wel, wat ik... Een, er, er staat een regel in het boek. En die regel is... Er staan verschillende regels in, maar dat is een van mijn favoriete regels. Eenheid baart vrijheid... En de vrijheid verscheurt vervolgens de eenheid. Dan moet je nog eens zeggen. De, e de eenheid baart de vrijheid. Mm -hmm. Het gevoel dat, dat komt ook voor een stuk in de 16e eeuw door die handel. Hè. Eigenlijk zorgt er voor het geld en de handel. Zorgt ervoor dat de stad een soort van solidariteit krijgt. Ja, dat is ook nodig om die stad in die haven te doen werken. En dan krijg je krijgt een soort van middenklasse die ontstaat. Mensen die ook gewoon rijker worden. Mm -hmm. En vervolgens. Uh, hun religieuze gevoelens, hè, dat is de tijd van Luther, begint 16e eeuw, Calvin natuurlijk ook. Vervolgens denken van, ja, en nu wil ik ook een tempel waar ik mijn religieuze gevoelens kan uiten. Dat is de eerste stap en lijkt mij zelfs een gerechtvaardigde stap. De vrijheid om mijn gevoelens te ja, uiten. Ja, dus die eenheid zorgt voor vermogen, zorgt voor een vorm van luxe. En vervolgens ontstaat er ook een vrijheid in het hoofd van die mensen die veel geld aan het verdienen zijn en die denken van zich, nu maak ik toch ook. En dat is, nog niet, dat is nog niet het probleem. Het probleem is natuurlijk, en dat beschrijf ik ook in het boek, het probleem is dat die vrijheid begint te premiëren op die eenheid. En het is van ik moet nu mijn goesting krijgen. En eigenlijk, en niet meer oog hebben voor het groter geheel. En Aha. dat is volgens mij. Nogal een belangrijke boodschap. Ik bedoel, dat, dat, dan kun je spreken over de Europese Unie, de manier waarop dat we tegenover elkaar staan, wat vrijheid is in een de democratie, wat solidariteit is in een de democratie. We kunnen het hebben over uh, België op dit moment, uh, we kunnen het hebben over de coronaperiode. Ja, dat Ik bedoel, het, is, het, het gaat daar toch over? Ja. Ja. Bijvoorbeeld die vaccinatie. Ja. Wat is nu voor mij het belangrijkste? Is die eenheid voor mij belangrijk? Of is die ene, die persoonlijke vrijheid, mijn buikgevoel, zoals ik het nu bij verschillende mensen ook hoor? Ik heb alle respect voor het buikgevoel. Absoluut, hè. Absoluut. Hè? Ik, ik zeg het, we zijn niet rationele mensen. Maar ik kijk toch ook wel naar die eenheid. En die eenheid... Door die eenheid gaan we gewoon... die vrijheid terugkrijgen. Ja, natuurlijk. Ja. Het, 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 die eenheid en die vrijheid, die hebben ook... Die vrijheid heeft ook een bepaald soort grens. Het gaat ook over die collectieve verantwoordelijkheid. Ja. Ja, veel relevanter, denk ik, kan het niet worden dan dat. in hetgeen wat er in de 16e. Dat, en dat heeft die stad. En dat is mijn these. Die was er al voor corona, die had ik al vier jaar geleden. Mijn these is dat Antwerpen, die Gouden Eeuwen, dat ze zo trots op zijn terecht, dat die Antwerpenaren zichzelf hebben verscheurd. Juist door die religieuze gevoelens, maar ook financiële en wrokgevoelens tegenover de anderen en... zo te laten primeren, dat we eigenlijk de Spanjaarden niet nodig hadden om de en... stad te verwoesten. Die verscheurdheid zie je die ook vandaag. Ja, en helaas wel. Maar dat is denk ik een. Dat is een, dat is een thema dat ons allemaal plaagt, als samenleving. Ik, wat dat we volgens mij. En ik snap het ook heel goed. Hè. We hebben decennia meegemaakt. En vanaf het einde van de, e van de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk... Ja, we zijn rijker geworden, we zijn welstellender geworden. We zijn meer en meer ons beginnen richten op onze individuele vrijheid. Hè. En dat was van onze onverantwoordelijkheid begonnen te beperken tot... Als wij het nog goed hebben, het gezin, hè, mm -hmm. de solidariteit is beginnen afbrokkelen. Daar, hebben, daar, hebben, daar heb ik sinds de jaren tachtig een heleboel mensen bij zien staan jagen. Dat ik heb gezien wat ik mij altijd heb vanaf gevraagd. Van, ja, maar we vormen nog altijd een gemeenschap. Het gaat, niet, het gaat niet enkel over het shoppen. Het gaat, niet, het gaat over iets meer. Wat delen we nog? Wat delen we nog? En we zitten nu, denk ik... Uh, dat is met corona gebeurd. Hè? Het is nu... Allee, ik, ik zeg het nu dramatisch, maar het is ook zo. Het is een zaak van leven en dood. Ja. Dat is die collectieve verantwoordelijkheid. Nemen ze of nemen ze niet. Ja. Die zie je ons... bijvoorbeeld in Azië meer en in Scandinavië ook ja. dan, dan in sommige andere landen. Ja, ja ik weet niet of dat... Denk... Soms te weinig vrij, vrijheid. Joao Ja. Als je ik denk won, dat het, die het, de gevangenis in moet. Ik, ja. ik zou het nu niet zetten in een soort van moreel ja. waardeoordeel. En dat is ja. hetgeen eigenlijk ook niet wat ik aan het zeggen ben. Ik, ik, ik ben niet hier morele dingen aan het zeggen. Ik ben hier eigenlijk heel pragmatische dingen aan het zeggen. Hoe overleeft een gemeenschap? Heel bezig. Maar ik voel ook wel een hoop dat dat collectieve weer belangrijker wordt. Maar dat zag je ook uh, in de eerste lockdown bijvoorbeeld. Hè, waar er yeah. ineens ja. wel een heel grote samenhorigheid ontstond. Ja. Allerlei initiatieven en juist dat gemeenschapsgevoel terug veel meer naar boven kwam. Ja, maar we hebben ook onze eigen teleurstelling georganiseerd. Ik bedoel, daar het, 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 dat was inderdaad zo. En vervolgens. Het minste dat er dan, dat het dan afbrokkelde, stonden de sociale media weer... We waren allemaal zo dicht samen, nu is het allemaal voorbij. Ik denk dat we daar iets heel fundamenteel op emotioneel, collectieve emotionaliteit geleerd hebben. Aha. En dat nemen ze volgens mij al niet meer van ons af. Ik denk dat dat terugkeert. En er zit zeker hoop in, Farah. Ja, ja. Nee, maar het Natuurlijk. Weet uh, het. Ja, ik ja. ben een optimistische mens. Uh, ja. ik, schrijf, ik werk vier jaar in een boek. Dan moet er echt een hele grote optimist voor. of de mensenhater. Uh, ik ben dus uh, een optimist. Het is een uh, heel mooi uh, boek. Dank je wel uh, daarvoor. En ook een historische man kan inderdaad veel betekenen voor vandaag. Dank je wel. Hier een slagers.